welkom bij deze nieuwe video, mensen. Ik ben echt super verkouden, dus heel mijn neus is rood. Oh my god. In ieder geval, vandaag een iets minder leuke video, want ik ga vandaag slechte make-up laten zien. Ik test altijd heel veel make-up. Godzijdank is heel veel altijd wel goed. Maar er zitten ook altijd producten bij waarvan ik denk, nee, slecht ga ik niet gebruiken. En die gaan dan meteen daar in de hoek in mijn slechte make-up kast. Ik heb een aantal make-upjes verzameld en ik ga ze ook aanbrengen op mijn gezicht, zodat je ook gelijk een beetje kunt zien wat ik nou bedoel. Want als ik het gewoon vertel, ja, dan weet je het toch niet helemaal. En zo kun je ook echt letterlijk zien, terwijl ik het aanbreng, wat ik bedoel met dat het niet werkt. Grote disclaimer, wat niet werkt voor mij, kan misschien wel werken voor jou. Elke huid is anders. Dus als er een product erbij zit waarvan jij denkt, ja, maar ik vind die heel goed, dat kan prima. Ik ben blij voor jou dat die wel werkt voor jou, maar gewoon voor mij niet. Ik vertel ook erbij waarom niet en al dat soort dingen. Als ik een product niet goed vind, betekent het niet dat ik de hele brand niet goed vind. Er zit bij elke make-up brand wel iets erbij dat gewoon niet werkt voor mij, want iedereen heeft gewoon andere wensen. En ja, ik heb weer een heleboel verzameld. Ik heb ook skincare erbij gedaan, want ja, dat zit er ook bij. En ja, dat wil ik ook gewoon even laten zien. Die ga ik niet meer aanbrengen op mijn gezicht, maar ik ga het wel even laten zien en het erover hebben. En ja, that's it. We gaan gewoon snel aan de slag. Oké, ik ga even snel beginnen met de skincare, want die ga ik niet aanbrengen. Het is één lijn en ik sta best wel versteld, want ik hoorde er best wel goede verhalen over, maar voor mij werkt het niet. En dat is de hele Pixi Vitamin C skincare lijn. Ik heb de hele lijn van hun gehad. Ik heb die niet eens meer gebruikt, want ik dacht bij mijn eigen nee. Deze heb ik wel gebruikt. De toner, even kijken, de cleanser, de serum en nog een andere. En ze werken allemaal niet voor mij, want sinds ik de lijn gebruikte, kreeg ik allemaal jeuk op mijn gezicht. Ik kreeg puisten. En het kwam echt door deze. Toen was ik er even mee gestopt en toen werd mijn huid weer helemaal egaal. Toen dacht ik bij mijn eigen, oké, misschien is het niet alles, want ik hoorde altijd heel veel goede verhalen over de toner. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon nog alleen maar die gebruiken. Ik gebruikte er weer één dag en de volgende dag puisten. Dus ja, deze hele lijn werkt gewoon helaas niet voor mij. Ik snap ook niet hoe het komt. Misschien zit er een of ander ingrediënt in die niet goed matcht met mijn huid. I'm not sure, maar deze lijn is voor mij helaas een no-go. En ik vind het wel heel jammer, want ik heb dus echt de hele lijn gehad van hun. En ja, ik had het fijn gevonden als ik er gewoon mee kon werken, maar helaas. Oké, ik ga gewoon beginnen aan de make-up. Ik ga beginnen met mijn huid. Een primer die echt niks doet is de Berry M Flawless Hydro Fix Primer Water. Deze primer doet echt geen drol. Ik had die ooit gehaald voor in een video, maar ja, het is gewoon alsof ik gewoon waterspray op mijn gezicht. Ook is de spray niet heel fijn. Hij blijft zo haken de hele tijd. Dat is ook wel vervelend dus. Ja, deze primer doet voor mijn huid echt niks. Of ik heb het gewoon niet door. Het is gewoon echt letterlijk alsof ik gewoon water op mijn gezicht spray. De foundation die ik niks vind, die kun je misschien al hebben gezien in een video. Dat is de Revolution Matte Base Foundation in de kleur F5. Is wel te licht voor mij, maar ik heb geen donkerdere kleur. Ik heb die gehad in PR van Kruidvat en ze hadden me allemaal veel te lichte kleuren gestuurd. Deze foundation is niet mooi op de huid. Hij breekt snel af. Hij is niet heel mooi smooth. Hij is wel mat zoals er gewoon op staat, dus dat is wel fijn. Maar hij maakt mijn gezicht gewoon niet zo mooi smooth als dat ik verwacht van mijn fonduteint. En dat vind ik gewoon niet mooi. Hij blijft gewoon niet lang goed zitten. En ja, dat is voor mij gewoon echt een no-go. Bijvoorbeeld hun Conceal and Define is wel heel erg fijn. Dus ja, waarom zou ik dan ook die gaan gebruiken? Dat heeft dan niet echt nut. Maar ik vind hem dus echt niet fijn. Ook blend je niet heel makkelijk in. Ik moet altijd best wel veel blenden en zo. Een concealer die ik niet zo vind is de Makeup Obsession Mega Conceal Concealer. Ik heb hem in de kleur 09. Deze kleur is volgens mij wel gewoon goed. Ik vind de concealer niet zo fijn omdat hij niet veel dekt. Het is echt een super dunne concealer. Oké, mijn concealer is nou donkerder dan de foundation, maar oké. Je moet echt best wel veel aanbrengen voor een klein beetje dekking. Ik vind de concealer op zich, als je houdt van niet te veel dekking, dan vind je hem vast gewoon prima. Want meer slechte aspecten eraan zijn er niet. Het is echt alleen maar de dekking. Het is gewoon een super lichte concealer. Maar ja, je moet toch wel een klein beetje dekken, denk ik, hè. En dat doet hij gewoon niet. Dus dat vind ik wel minder. Dus vandaar dat ik hem niet meer gebruik. Ik
Kijk, het is gewoon letterlijk alsof ik geen concealer heb aangebracht. Het is gewoon, ik zie gewoon de foundation eronder gewoon weer. Een contourstick die ik ook niet fijn vind. Ook deze had ik laten zien in een video en ik vond hem al gelijk niks. En dat is de Catrice Triangle Contour Stick. Ik heb hem in de kleur 010 Warm Brown. Ik had echt hoop hiervoor, want ik vind hem wel heel leuk. Zo'n driehoekje en zo. Maar hij blendt letterlijk helemaal weg. Hoeveel ik ook aanbreng, hij is te creamy en alles blendt weg. En dat vind ik wel minder, want de kleur is mooi. Ik vind het ook een handige stick gewoon. Maar ja, ik blende het en alles ging weg. En toen had ik het nog voor een tweede keer aangebracht. En dat blende ook weer helemaal weg. Dus ik dacht bij mij, ja oké, hier hebben we niet veel aan. Ik ga nou ook een beetje veel aanbrengen, zodat je hem hopelijk toch nog een beetje kunt zien. De stick is gewoon echt te creamy. Een beetje too much. Het moet altijd wel een beetje creamy zijn, want anders blendt het niet. Kijk, het is echt heel minimaal. Je kunt hem een heel klein beetje zien. En ik heb superveel aangebracht. Ik heb zoveel aangebracht. En je kunt het nou een heel klein beetje zien. Maar echt bijna niet. Het is zo minimaal. Er zijn misschien mensen die nou iets hebben van... Ja, maar Sarah, ik vind dat mooi. Ik wil het niet te heftig hebben. Nou, dan vind je hem ideaal. Ik moet wel zeggen, als je hem gebruikt, doe een poeder erop. Want anders gaat het helemaal verschuiven. Omdat het dus zo creamy is. En als je er één keer met je hand op komt, dan verschuift het al helemaal. Oh, heel mijn gezicht jeukt. Dat komt weer door die foundation. Mijn gezicht voelt nou echt aan als één grote vettige toestand. Ik ga hem poederen met ook weer iets slechts van Revolution. De Revolution Loose Setting Poeder. Ik heb hem in de kleur lichtgeel. Het is geen gele kleur, het is gewoon letterlijk een witte kleur. En ja, ik vind deze poeder echt niks. Ik had hem ook gebruikt in een video. Nee, het blijft helemaal plakken aan je huid. Het maakt je huid niet mooi smooth. Het maakt het juist minder smooth dan dat het al is. En... het is een mes. Dit was echt een product waar ik zo van had gehoopt dat die goed ging zijn. Want goede, betaalbare, losse poeders vinden is bijna niet te doen. En ik hoopte zo. Ik had zoveel goede hoop. Maar ja, helaas. Het was gewoon niet zo goed. Ik haal de beker gelijk af, want mijn huid is droog. Dus die haal ik er altijd gewoon gelijk vanaf. Normaal is dit zo genoeg om het eraf te halen. Zien we dit helemaal? Het blijft gewoon helemaal plakken aan mijn gezicht. Je blijft van die witte plekken zien. Ja, dat is denk ik niet echt wat je wilt. Het gaat er ook gewoon echt niet vanaf gewoon. Hier eventjes van up close. Kijk hier helemaal. Vreselijke poeder. Het is bijna ook alsof je gewoon mijn wallen weer terug kunt zien. De concealer was ook echt zo dun dat door de poeder je gewoon de wallen weer kunt zien. Want de concealer dekt niet genoeg. En de poeder heeft ook een beetje concealer eraf gehaald. En it's all a mess. It's gewoon all a mess. Heel die poeder helemaal hier. Ik zie allemaal hier van die witte vlekjes en van die flakiness. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dit is niet mooi. Ik ga even snel beginnen aan de ogen. Een oogschaduwpaletje die mij zoveel energie heeft gekost en gewoon niet wilde werken, is de Revolution Reloaded palet. En dit is de Passion for Color palet. Ik heb heel veel van de Reloaded paletten van de Revolution. En ik weet niet, maar ze maken ze niet allemaal de same. Want sommige zijn echt mooi en goed en andere zijn weer echt slecht. Dit was echt de slechtste die ik ooit heb gehad van de Reloaded lijn. Deze werkt gewoon niet. Het kostte me zoveel effort. Er is echt geen pigment. Het zijn felle kleuren, dus je verwacht veel pigment. Het zijn ook allemaal glanzende kleuren, behalve deze en deze. Dit zijn de enige twee matten. Ik heb hem één keer gebruikt en kijk wat voor een mes het is. Puur omdat ik er helemaal in moest gaan en weer in moest gaan en weer aanbrengen en weer erin gaan. Het was echt een mes en het kostte mij veel te veel energie. Ik vind ook dat er echt een paar cruciale matte kleuren missen in het paletje. Deze twee kleuren zijn veel te donker. En dit zijn de enige twee matte kleuren. Dus die moet je dan gebruiken als transitiekleur in je arcadeboog. Maar die zijn echt best wel donker. Tenminste te donker voor mij. En al die glanzende kleuren. Oh, is een mes jongens. Ik ga even gewoon heel snel een hele super makkelijke look maken. Ik pak deze oranje matte kleur. En met de grote fluffy kwast breng ik die zo aan in mijn arcadeboog. En ik breng het gewoon heel lichtjes aan. Zodat de kleur toch ietsje lichter wordt op mijn ogen. Wat niet heel veel effort kost. Want er is sowieso niet echt heel veel pigment. Met een klein penseelkwastje breng ik die kleur ook aan op mijn onderste wimperrand. En dan breng ik ook nog deze beetje meer donker, beetje rood-oranje kleur aan. En die breng ik ook aan op mijn onderste wimperrand. En dan ook nog een beetje zo hier in de hoeken. Zo, ik denk dat je het wel een beetje kunt zien. Het is heel erg patchy. Het blendt ook niet heel goed mee. De kleur is ook niet echt heel mooi. De kleuren bedoel ik, er zijn twee kleuren.
Ja, het blendt echt niet makkelijk mee. En ik doe echt mijn best, want ik moet hierna nog een Instagram video maken waarin je deze make-up gaat zien. Dus ik wil dat het er een beetje fatsoenlijk uitziet. Kijk, dan pak ik even een glanzende kleur. Even kijken voor welke kleur zal ik gaan. Er zijn er echt zoveel. Ik ga denk ik gewoon voor twee kleuren. Ik pak deze donkere blauwe kleur eerst. En ik pak het met mijn vinger, want dan komt er het meeste pigment vanaf. Want met een kwast is het helemaal een mes. En die doe ik zo op mijn ooglid in de hoeken. En dan pak ik deze hele lichte roze glanzende kleur. Die breng ik dan zo aan, ook op mijn ooglid, maar dan zo in het begin. En dan blend ik het in met die blauwe kleur. Mensen, het wil ook helemaal niet meeblenden. Oh my god. Wat ik ook nog wil doen is, ik pak deze groene kleur. We gaan er gewoon voor, jongens. En die breng ik zo een beetje aan in het midden. Dan met die grote fluffy kwast van net, ik heb er niks mee opgedaan. Ga ik het bij de randen een beetje proberen in te blenden. Maar ik moet zeggen dat het niet heel goed lukt. Want de kleuren blijven gewoon plakken waar ze willen plakken en klaar. Ik vind de kleuren wel mooi. Alleen ja, er is gewoon niet genoeg pigment. Ze blenden gewoon niet makkelijk mee. Dus ja, dat vind ik gewoon allemaal een issue. Nou, dit is dan de ooglook. Ja, niet echt mijn favoriete look. Kijk ook hier. Hier is het helemaal zo raar patchy geworden. En het gaat er gewoon van af. Er is een beetje van de blauwe oogschaduw hier gevallen. En ik wilde het eraf halen, maar dat lukt niet. Omdat het dus nogmaals gewoon blijft plakken. En het niet wil blenden en het er niet af wil gaan. Normaal als je een beetje fallout hebt, dan kun je het gewoon makkelijk met een kwast zo eraf vegen. Maar met deze dus gewoon niet. Dus ja, nou heb ik daar een vlek forever. Oh, dit paletje is zo niet fijn. Een mascara die ik niet zo vind, is er eentje van Essence. En dat is heel apart, want ik hou juist van de Essence mascara's. Maar dit is de enige die ik niet zo fijn vind. En dat is de Essence I Heart Extreme Volume Mascara. Ik vind hem gewoon niet zo fijn. Hij is anders dan de andere. Hij is super groot, maar hij geeft helemaal niet de volume waarvan je zou denken dat hij zou geven. Dus ja, dit is de enige die ik niet zo vind. De rest vind ik allemaal wel fijn. Tenminste van die ik heb geprobeerd. Ik vind hem ook best wel klonterig. Hij is ook een beetje raar vettig. Waardoor ze aan elkaar blijven plakken. Nee, het is gewoon niet de mascara voor mij. Omdat hij ook zo groot is, kun je op je onderste wimpers bijna niet goed aanbrengen. Kijk hier helemaal. Deze make-up look, jongens. Oh my god. Ik heb geen slechte nep wimpers, dus ik ga even snel eentje opdoen en dan kom ik zo terug. Nou, ik moet zeggen, nep wimpers zijn echt de redder van elke slechte ooglook. Zodra ik die opdoe, is alles weer oké. Ik heb geen slechte bronzer. Dus ik ga gewoon even snel mijn gezicht bronzen met gewoon een goede bronzer. En dat is de Morphe Megastar Glamour Bronzer. Heel vrouw. Super grote warme bronzer. En ik gebruik expres een beetje een donkere bronzer. Omdat mijn gezicht nou een beetje licht is door die te lichte foundation. Dus dan wordt hij weer een beetje mooi donker. Hopelijk. Een blush die ik niet zo fijn vind is de Kiko Smart Blush. Dit is in de kleur 05. Maar ik vind die hele lijn vind ik niet fijn. Omdat die te gepigmenteerd is. Je kunt het ook al zien hier in de blush. Er komt te veel pigment vanaf. Waardoor je zo voorzichtig moet zijn met het aanbrengen. Ik ga er nou één keer in en er komt al superveel vanaf. Aftikken. En dan als je het gewoon aanbrengt. Is het al gelijk superveel kleur. Ik ben er letterlijk één keer in gegaan. Ik heb afgetikt, aangebracht. En dit is al wat ik ervan afkrijg. Ja, ik vind dat echt een beetje te veel pigment. Als het gaat om een blush, moet het toch een beetje iets minder pigment zijn. Want anders heb je dus dit effect. En dan heb je een beetje zo dat clown effect. En dat is denk ik niet hoe men eruit wil zien. Dus ik probeer het gewoon nou een beetje mooi in te blenden. Maar kijk hoe heftig het is, jongens. En ik ben er maar één keer in gegaan. Ja, dat is echt belachelijk. Ik pak even een poederkwast waar nog een beetje translucent poeder op zit. En daarmee ga ik er overheen. Dat is een handig trucje voor als je te veel blush hebt opgedaan. Ik ga er gewoon overheen met een poederkwast, zodat het hopelijk iets minder wordt. Een highlighter die ik niet zo fijn vind is de W7 Light It Up and Glow All Night Duo Chrome Loose Powder. Echt een mondje vol. Dit is dus een losse poeder. Een losse highlight. Op zich, hij oogt heel mooi. Als je het zo swatcht, is hij heel mooi. Maar als je het zo op je handen aanbrengt. Footsie! Hij plakt niet goed aan de huid. Hij gaat er gewoon helemaal van af. En dan denk ik bij mij, je moet het wel nog een beetje kunnen zien. Dus ik breng even een beetje aan. Ik breng echt veel aan, hè, kijk. Je ziet nog een hele lichte glow. Maar het is helemaal zo verspreid. Het is niet mooi. Het is een beetje patchy hier. Dus ja, deze vind ik niet zo mooi, jongens. Je kunt hem echt minimaal zien. Je ziet ook echt hier zo'n streep zitten. Dus, en je kunt hem niet goed zien. Maar je kunt de patchiness dus wel goed zien. Dus het is echt één grote bende. Toch gewoon even ook een beetje hier aanbrengen.
En ik breng ook altijd een beetje glow aan op mijn neus. Dus dat ga ik nou ook gewoon doen. Kijk mijn neus. Het is gewoon roze. Oh my god, jongens. Een beetje in mijn binnenste ooghoeken. En een beetje onder mijn wenkbrauw. Voor de lippen ook een product van W7. En dat is de Skinny Lipping Liquid Lipsticks. Dit zijn de matte liquid lipsticks die op die van Kylie Cosmetics lijken. En je kunt het ook zien, want ze hebben echt nageaapt. En ik vind deze lijn vind ik niet fijn. Welke kleur is dit? Ik vind de kleuren wel heel mooi. Ik zie alleen niet meer erop staan welke kleur het is. Het is een mooie nude kleur. Ze zijn veel te droog. Ze drogen mijn lippen helemaal uit. Ik heb al droge lippen, dus ik heb die issue sowieso altijd al wel. Maar met deze is het altijd extreem. Dus vandaar dat ik die niet echt meer gebruik. Dus ja, gewoon te flaky, te droog. Maar wel prachtige kleuren. Nou mensen, mijn gezicht ziet eruit. Nou, dan als laatste setting spray. Ook daarvan heb ik niks slechts. Dus laten we, om het toch nog een beetje mooi te houden, een goede spray gebruiken. En dat is de W7 Glow Spray in de kleur Rose Gold. Om een beetje een mooie glow, een mooie gloed eraan toe te voegen. Nou mensen, dit was dan de make-up look met al mijn slechte make-up van de afgelopen tijd. Oké, mensen, wat vinden we van het look? Vinden we het mooi of vinden we het niet mooi? Ik ga zo meteen een Instagram tutorial maken waarin ik mijn make-up eraf ga halen. Dus ja, ik ben blij dat ik het zo meteen weer kan afhalen. Alle make-up die ik vandaag heb gebruikt werkt dus niet voor mij. Ik hoop ook dat ik het goed genoeg heb uitgelegd waarom het niet werkt voor mij. En zoals ik ook al zei in de intro, als het wel werkt voor jou... Toppie! Nou, vond je de video ondanks alle slechte make-up toch leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht in beeld om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!